Waar hebben we gisteravond naar zitten kijken? Naar een wanprestatie, denk ik. Het was bagger, toch, of niet? Het is verschrikkelijk. Dramatische wedstrijd, toch? Verschrikking. Ja, en dan hebben we het natuurlijk over de Champions League-wedstrijd die Ajax gisteren op een ontluisterende manier met 6-1 verloor van Napoli in de Johan Cruijff Arena. Een vernedering van je welste. De grootste nederlaag sinds 1964. Waarom worden er constant lange ballen naar voren gegeven terwijl je spelers van 1,42 hebt? Die kunnen niet één bal winnen. Ik begrijp die wissels niet. Ik begrijp er helemaal niks meer van. Ik herken de Ajax niet meer. Totaal niet. Er lopen er een paar in en die willen niet, gewoon niet erkennen dat ze niet meer mee kunnen. Klaar. Er moeten er gewoon twee uit. Die kan het niet meer belopen. Klaar. Ze hebben hun tijd gehad. En met die twee worden Deli Blind en aanvoerder Dusan Tadic bedoeld. De twee routiniers spelen al weken ver onder hun niveau. Tadic, dat ziet iedereen dat hij niet in vorm is, die jongen. Die loopt echt te kut violen. Er zijn te veel spelers die, die niet meer het niveau halen wat Ajax nodig heeft. Nou, dan ben ik een cliché, maar dan denk ik aan Blind. Ik denk dan aan Tadic. Ja, het is gebeurd. Het is over. Over Ajax-trainer Alfred Schreuder zijn deze supporters ook niet te spreken. Ja, wat vindt u van deze trainer? Nou, zoals het er nou uitziet, denk ik toch dat hij een beetje eigenwijs is. Want ja, als je nou zo op je laarzen krijgt de eerste helft, dan ga je toch een verandering erin gooien. En de slechtste spelers laat die staan. Nee, ik vind het niks. Waarom vind je het niks? Nee. Zit maar. Met je hart te steken voor hem. Nee. Hij doet ook niks. Er is geen beleving met die man. Niks. Ik denk dat die man voor Ajax tekort komt. Ik denk dat het een uitstekende assistent is, maar als hoofdtrainer vind ik het drie keer niks. Nee, ik denk dat je moet opstappen, man. En waarom? Ja, gewoon, hij bakt er geen reet van, hè. De laatste tijd is bagger, toch, of niet? Schreuder die gaat het straks gewoon weer naar zijn hand zetten en dan gaat het gewoon weer, gaat het goed, we worden kampioen. Nou, en dan volgend jaar begint het weer hetzelfde. Zijn we weer een hoop spelers kwijt, moeten we met een nieuw team moeten we starten. En dan kunnen we weer niet met Europa mee. Dus jammer maar helaas.